Dan wil ik graag nog stilstaan bij de zorg. De beheersing van de zorgkosten is in het kader van de overheidsfinanciën een blijvend punt van aandacht. En we zien dat door die gunstige economische ontwikkelingen de situatie wel iets beter wordt. Maar desalniettemin zal de minister van Zorg toch echt structurele maatregelen moeten gaan treffen om de kosten beheersbaar te houden. Ook omdat via de autonome ontwikkelingen natuurlijk de zorgkosten alleen maar gaan stijgen. Ook hier op het eiland is sprake van vergrijzing, waardoor er steeds meer zorguitgaven zullen zijn. En minister Audebert die is ook echt aan de slag met te komen tot een meerjarige plan rondom de ontwikkelingen van die zorguitgaven. Het is heel belangrijk dat dat ook verder vorm en inhoud krijgt. En er zijn ook al eerste stappen gezet, bijvoorbeeld de maatregelen rondom de geneesmiddelen, die ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Maar nu komt het aan om ook goed te kijken naar hoe de hele keten van de zorg verder kan worden versterkt en ook meer voor in de keten daadwerkelijk zorg verleend kan worden door preventie, door eerste lijn zorg van de huisartsen, omdat dat ook daadwerkelijk weer kosten bespaart verderop in de keten bij de ziekenhuiszorg.